Hallo leuke goochelvrienden en goochelvriendinnen. Vandaag is een heel speciale dag, want vandaag gaan we een heel speciale goocheltruc doen met deze voorwerpen. Een heel scherp mes. Een sinaasappel. Een spelletje kaarten. En dit magische zakje. Dit is natuurlijk niet het zakje van Sinterklaas, maar dit is gewoon een zakje van een goochelaar. Zoals je kan zien is dit zakje binnenin helemaal leeg. En er is zelfs nog een tiretje in. En als je dat tiretje openmaakt, kan je ook jouw hand daardoor steken. En het leukste van allemaal, je kan er ook door zien. Dit zakje, hoplakidee, leggen we nu eventjes terzijde. Dan gaan we naar het publiek en we kiezen een vrijwillige toeschouwer die graag wil meewerken aan deze leuke goocheltruc. De toeschouwer mag een willekeurige kaart selecteren. Ziezo. En de toeschouwer kiest bijvoorbeeld deze kaart. De rest van de kaarten hebben we niet meer nodig en die doen we opnieuw weg. Nu komt het leukste deel voor de toeschouwer en het minst leuke deel voor de goochelaar. Want de toeschouwer mag de kaart in stukken scheuren. Dit vindt een goochelaar natuurlijk nooit leuk. Dan neem je het goochelaarzakje en je gooit alle snippertjes in het zakje. Maar, hola, sorry, ik ben nog iets vergeten. Uiteraard is er nog één snippertje dat we gaan bijhouden. Ja, dat ga je straks zien waarom dit stukje nog dient. Uiteraard kan je dan opnieuw een magische vogelspreuk doen. Hokka pokka pokka pok. En dan zie je dat alle kaartsnippertjes opnieuw zijn verdwenen. Uiteraard kan je opnieuw, als ik het tiretje vind tenminste, hier is het. Doe je opnieuw het zakje open. Je steekt je hand erdoor. En je kan erdoor zien. Dus, alle kaartsnippertjes zijn verdwenen. Behalve het ene stukje dat we hebben opengehouden. Verder blijft er niks meer over. Enkel nog onze sinaasappel en het scherpe mes. De sinaasappel gaan we dus uitpakken. Zoals je kan zien zit hij heel goed ingepakt. Je kan ook laten zien aan de toeschouwers dat dit een heel gewone sinaasappel is, waar helemaal niks bijzonders aan te merken is. Dan vraag je aan de toeschouwer om met een mes de sinaasappel te gaan insnijden. Maar hij mag hem niet helemaal doormidden snijden. Je snijdt gewoon rond in de sinaasappel. En dan komt het. Als je nu de sinaasappel gaat opendoen, dan merk je dat er in de sinaasappel nog een speelkaart zit. Als we deze speelkaart uit de sinaasappel nemen en we rollen de speelkaart open, dan merk je natuurlijk, het kleeft een beetje van de sinaasappel. Maar je merkt natuurlijk dat deze speelkaart de gekozen kaart is van de toeschouwer. En om het verhaal helemaal af te maken, het stukje dat wij hebben afgescheurd, als we dit gaan passen, dan blijkt dit exact het stukje te zijn dat uit de speelkaart was verdwenen. Ik dank jullie voor het kijken en ik zie jullie graag terug in een volgende video. Dag, leuke goochelvriend.